Ik wil dit niet. Auw! Oh my god. Het is echt een rotbal. Ah. Het doet hartstikke zin. Ik maak dat ik wegkom. Ieder voor zich. Nou, we zijn aangekomen bij de huidkliniek. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er best wel mooi uit. Ik zal eventjes filmen hoe het eruit ziet. Spiegel. Kijk. Echt alsof ik bij de dokter ben. Vertel, wat kan ik voor je doen? Nou, ik heb dus heel erg acne op mijn wangen. En de laatste tijd is het echt... De laatste 2 weken of zo is het weer echt heel erg. Omdat ik bijna denk dat ik ergens allergisch voor ben of zo. Ik heb antibiotica gehad en zo. Ik zie ook op je wangen voornamelijk de ontstekingen. Is dat ook altijd voornamelijk op je wangen? Ja. Als je het op die manier namelijk doet en je maakt vooraf al een gaatje in de huid. Dan scheurt de huid niet meer zo open. En dan is de kans op littekenvorming ook kleiner. Het deelte van mijn baan is hoor. Toch? Oh, ik haat het. Het doet echt mega pijn. Ja, ik weet het. Ah. Dus, niet piepen, wij genieten. Oh. Heerlijk, hartstikke leuk. Au. Dit gaat wel worden als we zo meteen je wangen ook nog moeten nee, doen. Ga je dat doen? Ja, natuurlijk. Daar zijn we hier voor. Nee, dat wist ik niet. Supergoed. Zo. Ja, jij hebt geen idee. Au, je hebt geen idee hoeveel pijn dit doet, mama. Nee, ik wil dit niet. Ze knappen inderdaad sneller. Oeh, ja. Oh. En, au, oh my god. Oh. Auw! Misschien, het is echt een rotbal. Het doet hartstikke zeer. Arm kind. Oh god, het is verschrikkelijk! Zijn wang is ook het ergste. Ja. Oh. Super hoor. Maar het is wel fijn zelf dat er even aan. Ja, oh, het is zo fijn. Nou. We zijn net weer thuis aangekomen en oh my god, mijn gezicht is echt mega erg toegetakeld. Maar weet je wat ik dus vind, mam? Mm. Deze kant is nu erger dan die kant. Terwijl maar deze kant minder erg was. Ja, ik dacht maar zij heeft hier heel veel ondergrondse gevonden natuurlijk. Ja, oh, het is verschrikkelijk. Maar aan de andere kant is het ook wel een soort van mooie acne. Ja, gedaan, oh, wat erg. Ik heb dus de ergste vorm van acne. En het zou eigenlijk dus van binnenuit, dus met pilletjes... Of met Accutane opgelost moeten worden. Maar dat wil ik niet. Ik wil dat echt ten alle tijde voorkomen. Dat is echt mijn allerlaatste redmiddel. Dus we gaan proberen om het eerst met peelings en reinigingen en producten. En er echt goed mee bezig te zijn. Om het dan, dat het dan weggaat. Dus ja, eigenlijk mag ik nu niet zoveel meer. Ik ben ziek. Ik ga op de bank zitten. Ik mag niet aankomen. Ik mag helemaal niks. De kussensloop heeft mama al in de was gedaan. Het is helemaal, we gaan helemaal plantsoen. Good morning! Ik ben net wakker geworden. Het is nog niet helemaal licht buiten, want het is nog een beetje vroeg. Ik ga nu eerst ontbijten. En dan ga ik lekker sporten. Ik heb mijn sportkleren al klaargelegd, zodat ik er niet omheen kan. Want ik moet echt gaan sporten. Mijn huid. Ik heb dus gisteren bij de huidtherapeut geweest. Huidkliniek geweest. Ziet er zo uit. Ik weet niet of het beter of slechter of weet ik dan wel wat is. Maar ik ga het wel zien. Dus ik ga nu eerst ontbijten en dan snel sporten. Nou, ik ben inmiddels aangekomen in de gym. Ik had helemaal gepland om gewoon eventjes een update en alles te geven terwijl ik hier naartoe liep. Maar ik moest de kapper bellen. Want ik en mama willen tegelijkertijd naar de kapper. Dus ik moest de afspraak verplaatsen en alles. En ik moest thuis bezorgd bellen. Want... Ik weet niet of je dat weet, maar ik heb volgens mij wel verteld dat ik op een blauwe maandag bedacht, ik ga helemaal bij thuisbezorgd werken. En dat ik toen uiteindelijk bedacht, waar ben ik mee bezig? Dit ga ik echt helemaal niet doen. Dus nu heb ik nog 2 hele grote dozen in mijn gang staan. Al 2 maanden bijna, echt al sinds december. En die moeten nog steeds weg en ik weet niet waar die heen moet. Dus dan moest ik ook nog naar bellen. Dus al met al was ik echt de hele reis hier naartoe aan het bellen. Dus dan kom ik niet praten. En ik ga eventjes een nieuwe workout zoeken, want mijn workouts vervelen mij. Ik denk letterlijk dat de hele gym mij heeft horen schreeuwen, zuchten, puffen, steunen. Maar weet je wat het is? Waarom zou ik dat niet doen? Zeg maar, als ik dat niet doe, dan ga ik niet tot het uiterste. Dus dan laat ik mij schaamte ervoor zorgen dat ik uiteindelijk geen conditie heb. Dat doe ik niet. Mannen doen dat ook niet. Die... kermen het ook uit als ze een gewicht op tillen. Ik was laatst met Marlijn in de gym. Zij zei tegen mij, waarom zucht jij zo? De hele gym kan jou horen. Ik zeg tegen haar,
Nou en? Nou en? Ik mag gewoon lekker mezelf zijn. En als mensen daar last van hebben, dan mogen ze naar mij toe komen en tegen mij zeggen, wil je daarmee ophouden? En dan zeg ik nee, daar wil ik niet mee ophouden. Er zijn hier ganzen. Kijk, zie je ze op de camera? Oeh, en ik vind die beesten doodeng. Vooral die zwarte. Ik heb een keer gezien dat iemand werd aangevallen door een gans. Ik ben echt doodbang voor ganzen, dus ik overwin echt mijn angst op dit moment. Oh, wow, ik kan ook met deze arm filmen. Oké. Oh. Oh god. Oh my god. Nee, nee. Oh god. Ik dacht echt dat ze mij gingen aanvallen. Oh my god. Volgens mij heb ik echt heel hard geschreeuwd. Waarom? Die vrouw fietst ook gewoon langs. Vraag niet van, goh meisje, ben je in nood? Nee. Die denkt, maken dat ik wegkom. Ieder voor zich. Nederland is zo'n individuele maatschappij. Nou ja, ik ga even ophangen en dan spreek ik je straks weer. Ik zit in de auto. Ik zie er echt uit als de lelijkste gremlin die je maar kan voorstellen. Ik heb mijn haar niet gewassen, mijn lichaam wel. En ik ga nu bananenpannenkoekjes maken voor opa. En ik weet gewoon hoe lekker en hoe leuk hij dat vindt dat ik dat ga doen. En dat vind ik zo schattig. Dus ik ga daar nu heen rijden. Kijk even. Ja, lekker. Hoe lekker ik pannenkoeken heb gemaakt. Bananenpannenkoekjes. Nou, wat staat hier? Lekker. Lekker, hè? Hartstikke lekker.